Ik sta even stil. Zijn ze al bij het kasteel, Joanne? Ja, ze zijn er al voorbij. Zijn ze al voorbij? Ja, ze zijn voorbij. Net voor de ingang. Stapt u maar uit, mevrouw. Volgens mij is hier het kasteel. Dank u wel, meneer. Op de Biebelenbondse berg staat een Biebelenbondse huis. En in dat Biebelenbondse huis wonen Biebelenbondse mensen. En die Biebelenbondse mensen hebben Biebelenbondse kinderen. En de Biebelenbondse kinderen eten Biebelenbondse pap. Met de Biebelenbondse lepel uit de Biebelenbondse nap. Oh, de dames kennen het al heel goed. Wie bent u? Weet u waar de prins is? Nee. Ik zal u de sleutel brengen. Als u mij een zoen geeft. Nee, dat doe ik niet. Jammer. Dan moet ik weer wegvliegen. Ja, maar... Nou weet ik nog niet waar de prins is. Dan gaat hij alweer... Nou ja... Muisje, weet jij waar de prins is? De prins is op zee. Hij is op zoek. Hij is verliefd op een vrouw. Ja. De prins is op zee. Ja, maar. Dan ben ik helemaal bij het kasteel en de prins is op zee. Oh, dan moet ik terug. Dan moet ik helemaal terug. En de zeemermin die zwom en die zwom en die zwom. Wat is Nederland dan groot? En het meisje was onderweg met de boodschappen naar huis. En weer was daar de zeemermin bij het bruggetje. En, heb je het mannetje gezien? Vroeg het meisje aan de zeemermin. Ja, ik heb het mannetje ontmoet en hij heeft mij gebracht naar het paleis. Maar daar wil ik nooit meer heen, want daar is die prins niet. De prins is terug naar zee. En ik ga erachteraan. Ik ga ook terug naar zee en ik kom nooit meer in de Amstel. En het meisje ging terug naar huis. Lieg je nog even aan de... Ja. Nou is het natuurlijk interessant, hoe loopt het verder af? Als de zeemermin weer terugzwemt naar de zee. Maar dat weten we nog niet. Kijk, die zeemermin die kan zwemmen onder water met de ogen open. Maar die prins die moet de hele tijd... Ogen dicht, ogen open. Anders kan hij de zeemermin niet vinden. Anders komt het in de ogen. Anders komt het wel in de ogen. Nou, dat is wel veel fantasie, hè?
Dus we zingen nog één liedje om het af te ronden. Als je heel veel fantasie hebt. Misschien kent u dat liedje ook wel. Over west, zuidwest van Ameland. Ja. Ja. Oh, is de zolder, laag is de vloer. Zag ik van ver het schip. Ik dacht dat het aan de wolken hing, maar er zat op een klip. En op die klip, daar zat een koe, een wonderbare koe, die alle maanden kalven moest. Het was er naar aan toe. Het was een vruchtbaar jaar, dat jaar. Het was een vruchtbaar jaar. Dat alle vrouwen kraamden en ik de vader raad. Ja, 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 ja. Niet in mijn jeugd, maar tot volwassenheid heb ik wel gezien de schim, en dat is die wajang dingen, die poppen. Ja, wajang schimmenspel. Dat heb ja. ik gezien dus. Ik vind hem heel mysterieus. Nou, er gebeurden allemaal dingen die je niet verwacht. Hè. Ik bedoel, het levensverhaal van zo'n iemand. Ja. Gaan die schimmen dat uitspelen. Ja, ja. Weet je wel? En wat ik wel eng vond, want dat is echt iets van een Indonesisch mensen. Ja. Wajang. Het gaat over hun religie. Het is niet zomaar een schim ja. die je in het theater of zo geeft. Het is alleen bij bepaalde religie, bepaalde feesten, er wordt zo'n wajangpop gehouden. Oké. Okay. Dus niet zomaar. Nee, we doen het hier voor de gezelligheid. Ja. Het is wel even een andere koek. Zo heb ik nooit gekend, zoals okay. nu. Je moet het altijd één of één regel voor zijn voor die verhaal. Ja. Wat op het, in je hoofd bedoel je? Ja, op het doek wat speelt. En daar moet je vooruit zijn. Even vooruit denken. Ja. Dan wat op het dingen. Want als het niet doet, wat gebeurt er dan? Ja, ik weet. Dan gaat iets toch in het menselijke zijn. In het, ik vind het verloren een beetje. Is toch apart. Ja, ja, ja. Oh, dat is speciaal voor Schimmeltheater dat je dan ja. vooruit moet denken. Ja, of laat je denken. Ja, dat is van vroeger. Ja. Ja. En de Bibelenbondse Berg, ken ja, je die? Ook. Ja, maar dat zijn allemaal oude, dat zijn allemaal hele oude dingen. Ja, nou ja, daar hou je van. Ja, maar het is echt oud. Dat is ja, echt dat is heel, oud. Heel oud, hè? Ja. Toen u jong was, zo oud als dat... Toen u jong was, ja, werden toen die versjes gezegd? Ja, toen waren die versjes er al. Ja. Die zijn er al zo lang. Nou, hè? Jawel. Nee, ouder dan u. Ja. Ik ben ouder dan u. Ja. Wat vond jij van de voorstelling? Ik vond het erg leuk. Wat heb je gezien? Weet je dat nog? Alles natuurlijk. Meisje en het mannetje? Zeemeermin heb ik gezien, bootjes zien varen. Ja. Mannetje in de boot zien varen. Ik heb het burgertje gezien. En doet het dan een beetje denken aan vroeger of niet? Is het helemaal van nu? Nou, van nu? Van nu. Ja, vind modern ik wel. Modern eigenlijk. Ja, vind ik wel leuk. Lees deze tijd. Ja. En vond je het ook leuk? Maria? Ik vond het erg leuk. Ja. Vond je het ook modern? Leuk om erbij te zijn. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En jij kent al die liedjes, toch? Jij kent ja, heel versies. Veel. Ja. Heb je ze meegedaan? Wat heb ik? Heb je ze meegezaan, die versies? Ja, als er wat te zingen valt, dan ben ik erbij. Ja, ja. En de rijmpjes? Rijmen en dichten. Ja, ik ben altijd gek van versjes en gedichten geweest. Ja, ja. Leuk. Ja.